Ik ben daar met trots naartoe gegaan, heb met trots het speldje gedragen, zou dat morgen meer weer doen en heb daar goede zaken gedaan door alles, zowel de positieve als de negatieve punten, ter discussie te stellen. Want dat besluit van Brussel, ja, dat is opkomen voor een stukje Nederland, een prachtig stukje. En dat we dat PVV beleid, zowel in Den Haag als hier, voor die burger. Als ik u zo hoor, gaat dat excuus aan de nabestaanden er niet komen? Nee, nogmaals, van mij, ik heb denk ik die nabestaanden door daar te zijn. En eerlijk met de politici, ministers en parlementariërs te spreken. Het onderwerp breder onder de aandacht gebracht van de Russen dan het Nederlandse kabinet. Maar ja, aan de andere kant, u heeft toch ook niks bereikt? Want ze gaan toch ook nu niet meewerken met het MH17-onderzoek? Ja, ik heb het aan de orde gesteld. Ik ben er geweest. Men heeft mij serieus aangehoord. Of het resultaat heeft en wel het resultaat is, zullen we moeten afwachten. Maar ik zeg u één ding. Het is in ieder geval beter dan niet gaan liegen en aftreden. Begrijpt u de gevoelens van de nabestaanden? Ja, die zeggen, ik vind het heel lastig. Voldoende heb beantwoord.